U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Soms leveren wolken een prachtig plaatje op en wordt de natuur verheven tot een soort van kunst. Maar dat is niet altijd het geval. De wolken zijn soms ook gewoon grijs. Vandaag hadden we te maken met een redelijk dik wolkendek. De zon brak er maar heel sporadisch doorheen. Er zitten wel opklaringen op de satellietfoto, hoor, ten westen van Nederland. En die opklaringen komen wel iets dichterbij. Maar in het algemeen ook om die opklaringen heen nog tamelijk veel wolkenvelden. En dat betekent voor vanavond bijvoorbeeld dat het aan de bewolkte kant is sporadisch een enkele opklaring. Maar op de meeste plaatsen. Hebben wolken dus de overhand Het is wel droog. Temperaturen vanavond rond een graad of 8. In de nacht dalend naar zo'n 7 graden als minimumtemperatuur. Morgen gaat het kwik langzaam oplopen. Het wordt 11 tot 13 graden. Eerst is het bewolkt. Meest droog. In de loop van de middag komen de buien van het noordwesten uit het land in. En dan zien we de wind geleidelijk aan ook flink toenemen. Met name in de kustgebieden kan het vrij krachtig waaien. En misschien komt er wel even een krachtige wind. Dat zou dan een windkracht 6 betekenen. Sporadisch een paar opklaringen, maar over het algemeen dus tamelijk bewolkt. Dan voor de dagen die volgen, het weerbeeld ziet er dan als volgt uit. Met in het algemeen bewolking op de woensdag, later op de dag opklaringen met zon. Donderdag meer ruimte voor de zon, wel sluierwolken. En dan lopen de temperaturen flink op. In het zuiden en oosten van het land kan het zelfs 18 graden worden. En ook in het westen liggen de temperaturen behoorlijk hoog. Maar dat gaan we vrijdag bekopen met regen. En dan gaan de temperaturen weer flink omlaag. Wat er daarna gebeurt ziet er als volgt uit. Vrijdag dus die hoge temperaturen misschien nog, daarna is het gematigder en komen de maxima rond of misschien zelfs wel net iets onder de 10 graden uit. Vorst in de nacht zit er niet in, hoewel de temperaturen dicht bij het vriespunt wel weer dichter in het vizier komen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.